Hey allemaal, het derde Bijbelverhaal van deze week. Dus zet je één oor open, je andere oor open, je oog open en je mond gaat op slot. Heel goed. Luister goed. Jezus en zijn leerlingen zijn op weg. Ze gaan naar Jeruzalem. Jezus kijkt in de verte. En daar ziet hij de stad al liggen. Gaan jullie maar vooruit, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Onderweg komen jullie een ezel en haar veulen tegen. Maak ze los en neem ze mee naar mij. De leerlingen doen wat Jezus zegt. Ze lopen vooruit en ja hoor, ze zien de ezels staan. Ze maken de ezels los en nemen ze mee terug naar Jezus. Jezus wil op een ezel gaan zitten. Wacht even, zeggen de leerlingen. Ze doen een jas uit en leggen die over de rug van de ezel. Dit zit vast een stuk beter. Met Jezus op de ezel komen ze dicht bij de stad Jeruzalem. Op de weg staan steeds meer mensen. Ze zien Jezus op de ezel dichterbij komen. En ze doen hun jas uit en leggen die op de weg. En al gauw liggen er meer jassen achter elkaar. Het lijkt wel een pad. Een pad naar de stad. En de ezel loopt over het pad en de mensen staan erbij. Ze roepen en juichen: Hosanna voor de koning! Nog meer mensen komen dichterbij. En ze roepen en juichen mee. Ze hebben grote bladeren vast en leggen die op het pad. Allemaal voor koning Jezus. Zo komt Jezus in Jeruzalem. In de stad horen de mensen het geroep. Ze zien Jezus op de ezel binnenkomen. Ze zien de mensen die juichen en een pad maken met hun kleren en grote bladeren. Wat is daar toch aan de hand? En de mensen kijken naar elkaar. Wie is die man op die ezel? Vragen ze. Wie is die man waar iedereen voor juicht? En al snel horen ze antwoord. Dit is Jezus. Hosanna voor de koning.